Hey yo kijkers van Shadow Games 23, ik ben Ronald en auw, mijn nek. Nee, maar vandaag heb ik voor jullie een nieuwe episode van Ronald speelt Minecraft. En vandaag gaat Project Nether van start en ik zag hier een appel, yummies, oké. Zo, herpty derpty slurp. Oké, goed, wel, vandaag gaan wij dus hiermee verder. Als eerste gaan we even deze hele laag met dirt hier weghalen. En gaan we eens even kijken hoe groot ons torentje gaat worden. We gaan in ieder geval een beetje een ding neerleggen. Zodat we in ieder geval een beetje een fundering idee gaan krijgen. Oké, zo. Graaf, graaf, graaf. Ik zet het bij de sprint even uit als ik kreeg. Zit dat... Oké, oh, wat, nee, de emoe, even kijken, zo doen we dit even zo, torsjes heb ik niet nodig. Kijk, voor dit soort dingen zou ik echt gewoon world edit willen hebben, dus gewoon paf, 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 set, set, zero, dash, dash, zero, en klaar is het. Derp, zo. Oké, dan komt hier weer een mooie tower of power. Ik vind best wel dat ik ver ben gevorderd in mijn gewone spel Minecraft. En natuurlijk, mijn huis is gewoon epic daar zo. Oké, nou, best wel falend. Want kijk, als ik hier zo heen kijk, dan zie je het wel goed. Maar daar dan zie je een beetje fuck. Dat is wel raar. Nee, Minecraft shizzle. Even kijken. Goed. Zou dat groot genoeg zijn eigenlijk? We gaan eerst maar gewoon eventjes uit. We gaan eerst het uitleggen met dirt. Goed, wel. Even kijken. Hier moet dan dat komen. Kan niet verder. Dus zo. Vraag me absoluut niet hoe ik dat moet doen. Even kijken, dan komt hier zo'n pilaar. En dan kan ik hier zo eventueel de ding gaan maken, zeg maar. What the fuck? Hoe ga ik dit doen? Even kijken, waar wil ik dat overhangende gedeelte? Even kijken, dat kunnen we hier het beste doen. Want daar komt dan mijn brouwlab. Dus... dat zou dan... hoe moet er zo? Zoiets als dit. En dan... nee. Oh, er komt Gizmo aan hoor. Even kijken, zoiets als dit of zo. Kijk, en dan even jij aan de kant. En dan kan ik hier zo bijvoorbeeld... gewoon... nee. Dit wil ik dan anders. Dit wil ik dan zo. Verdorie. Oké. Dan komt hier iets. En dan komt hier iets. En dan kan ik hier op bij. Oké. Juist. Ik krijg een beetje een idee hoe ik de shit wil doen. Eerst even slapen. Zo. Pom, pom, pom. Goed, wel. klonk zo stom. We gaan dit doen. En we gaan dat doen. Nee, oké. Goed. Wel, hier komt dus de hele spiraaltrap. Ja, dat is duidelijk. Even kijken, dan ga ik hier zo het ding wat zo overhangt naar mijn... hierdoor. Naar mijn brouwlab. Of nou, niet echt... wauw. Kom hier, dikke emu. Kom dan, ik heb een enderpearl nodig. Kom hier, dikke emu pik. Nou, in ieder geval... oh, kijk, dat bedoel ik dus. Ik maak het dus gewoon alweer verkeerd. Dit moet dan zo, oké. En dan komt hier gewoon een tafel. En hier zo, met chest of zo. En dan hier gewoon een raap of zoiets. I don't know, zoiets als dat. En wel, dan kan ik gewoon daar zo fijn mijn... brouwlab of zo. Ja, dat wordt... ja. Yeah. Oh my god, dat is dramatisch. Even kijken. Something like this. Ja, hier ga ik dan zo mijn brouwlaap maken. Nou, dan kan ik hier bijvoorbeeld iets neerzetten met chest of zo. You know, right? Waar ik het over heb? Waarschijnlijk wel. Oké. Nou, dan komt het zo, zeg maar. Ik maak gewoon het hele ding eens uit deugd. Klaar ermee. Dat ik in ieder geval eens weet wat ik wil. Zo. Oké, dan.
Oh, verdorie. Ja, geef mij dat, oké. Ja, je komt er met brouwlap. Het hangt niet echt over dan dus, maar... Ja, ik kan het eventueel nog opschuiven, maar ja, dat... Ja, dan schuif ik het eventueel nog gewoon een stuk over. Doen we dat. Want dan hebben we het design in principe zo. Nou, dat is dan wel goed. Dus het enige wat ik dan gewoon moet doen is gewoon... En nog verder deze kant op plaatsen, oké. Goed, even kijken. Je namaken, hè. Oké, nou, dit even weghalen, zo. Dit kan dan wel wieberen. Oké, zo, nou, dan weten we dat. We hebben de exacte positie ook bepaald. Even weghalen. Maar ik wil er aan die kant een soort, ja, terras aan die kant hebben. Waar ik bijvoorbeeld kan zitten met mijn kat of zo. I don't know. Something like that. Oké, goed. Graaf, 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 graaf. Oké, wel. En dan hier. Oké, something like that. Yes. Oké, en dan 1, 2, 3. En dan 3. En dan zo. Dan komt hier één raam. Of twee, dat weet ik niet. Dat kan ik allebei veranderen. En dan... En dan moet dan eigenlijk wel symmetrisch zijn. Hè? Ja, zo. Dan is het op zich volledig, ja, symmetrisch. Het ziet er wel goed uit. Kan ik hier bijvoorbeeld een kat of zo? Nou, zoiets in ieder geval. Oké, helemaal goed. Wat ik nou dus moet doen is... Zo, oké. En dan moet ik nou gewoon naar beneden gaan graven. Simple as that. Zo. Hoe diep moet de bitch worden? Nou ja, ik graaf gewoon maar diep genoeg. Altijd zo, hè. Bij twijfel, graaf gewoon diep genoeg. Geweldig. Schep kapot, kan er nog wel bij. Pokchop eten. Schep, ja. Mooi. Even kijken, komt hier de vloer zo. En dan wil ik één onder de vloer, zodat ik in ieder geval niet verkeerd ga graven. Dus ja, oké, dan moet ik nu met de pickaxe, oké. Ik denk dat ik hem... Even kijken, wil ik het nether portal in de grond? Ja, dan is die 5 hoog. Of 4. Dan is die 4 hoog. Want dat is dan 3. Dus dan heb je inmiddels 1, 2, 3. En dan, ja, dus 4 hoog. Dus 1, 2, 3, 4. Dan moet ik hierna nog één naar beneden. Oké, en dan raakt hij net het grond. De grond niet. Oké. Ik snap. Hi, Gizmo. Telefoon zal zo wel gaan. Moeder. Die is bij mijn omaatje vandaag. En die belt altijd als ze er weer is. Dus even kijken. Goed. 1, 2, 3, 4, 5. En dan komt 4 uit. God, dus dat is prima. Even kijken. Dan moeten we eerst even. Oké. Dan maken we even een parcours trap met deur of zo. Ja. Oké. Up. Nee! Oh, verdorie. Nou, kan ik in ieder geval het trappetje uitproberen. Nee. Nee. Zo ja. Nou, en dan ben je weer buiten. Oké. Goed dan. Wel, nou moet ik dus gaan uitproberen hoe diep het mag worden. Dus... Wel, ik denk iets als dit of zo. Kom ik vanzelf wel tegen dit zo. Oké, dat kom ik dan vanzelf dus wel tegen als ik gewoon die kant op ga graven. Oké. Is helemaal goed. Dus wel gaan we die kant maar op graven. Net zolang tot ik dat vind dan. Even kijken, nu heb ik wel torches nodig. Nou, dan komt hij aangewandeld hoor, de giz. Oh, hij gaat er gezellig bij mij liggen. Hi, schatje.
Ja, ik hou ook van jou. Ik kan echt niet wachten tot Snoes er is, echt waar. Deze video zullen jullie waarschijnlijk allang zien wanneer Snoes er is. Maar oké, even kijken, groot veld. Nu ga ik gewoon even naar buiten toe. En ga ik gewoon eens even kijken hoe diep ik het nu. Of hoe ver ik nu ben gegaan. Oh, te ver. Oké, hier is een gang. Oké, wel, dan blokken we dit toch gewoon dan af met kabels. Nou, dan is het grote zat in principe. Oké. Nou, alles uit gaan graven dan maar, hè. Ik had denk ik beter iets van efficiency op mijn ding moeten hebben. Mijn pickaxe. Nou, het scheelt, ik kreeg lekker cobblestone niet van, dus hè. Oké, goed. Er begint vorm in te komen, jongens. Even kijken. Ik meen de rest wel weg off-camera straks wel, maar ook gravel, dat is ook handig voor eventueel NPC village of zo. I don't know. Het is wel veel dat weg te menen, maar. Oké, kijk eens even zo. Nou, het ziet er al wel goed uit hoor. Want ik ga hem in de muur maken, namelijk aan die kant, denk ik. Dus ja, want wel, het is 3. En wat netherportal is 2, dus dat is die uneven. En dat wil ik niet. Dus dat ga ik hem in de muur maken. Dat staat sowieso toch al mooi, dus wat dat betreft. Pakken we even dirt erbij. Oké. Nu hebben we tenminste een beetje een index van hoe groot de kamer gaat worden. Oké, nou dan moeten we even kijken natuurlijk. Even kijken. 1, 2, als we dan hier het netherportal. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oké, nou dat ziet er dan wel goed uit. Dus ik hoef niet verder die kant op te graven. Nou jongens, weet je wat? Ik ga het hierbij laten voor vandaag. Ik ga dit allemaal off-camera verder menen. Ik ga kijken hoe groot het moet worden. Ik ga, denk ik, even. Ja, al in principe alles klaarmaken. Cobblestone muur, nog niet echt, maar in ieder geval de gravel weghalen. En ja, dan zie ik jullie zometeen weer in de volgende episode, waarin we zeg maar de kelder gaan maken, gedeeltelijk met de netherportal. En dan gaan we de trap even maken. En wat gaan we denk ik in, of de volgende episode, of de episode daarop naar de nether, dat weet ik niet, maar dat zien we dan wel. Dus ja, jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Tot de volgende keer. Laat even wat likes achter. Hoe meer likes, hoe sneller de volgende episode van Ronald's met Minecraft online komt. En wel, dan zeg ik nu, later, bedse.